Het Tielse financieel perspectief blijft helaas wankel. Het is wel positief dat uit de muiscirculaire blijkt dat voor het sociaal domein in ieder geval de middelen vanuit het Rijk worden verhoogd. Maar voor de werkzaak ligt er echter nog een hele grote taak. Het lijkt ons dan ook juist om het berekende overschot voor 2017 nog even achter de hand te houden. Wel vinden we het kwalijk dat veel tweedelijns instellingen voor jeugdhulp verdwijnen uit onze gemeente. De jeugd mag nooit de dupe worden van veranderingen, zoals nu wel helaas het geval is bij Veilig Thuis. En met smart wachten wij ook op een herziening van het minimabeleid en verwachten op korte termijn hiermee aan de slag te kunnen. Voor de gewenste nieuwe uitgaven zullen we duidelijke keuzes moeten maken. Wat Protiel betreft zijn de wensen voor een kunstgrasveld Waddenooien, camera's en een bijdrage projectgroep Binnenstad onvermijdelijk. Samen met de ChristenUnie, Partij voor de Burgers, Sociaal Tiel en GroenLinks hebben we dan ook het amendement ingediend om te komen tot realisatie van het kunstgrasveld voor VV Waddenooien. Meer blauw op straat, wijkagenten en het veiligheidshuis draaien op volle toeren. De aanpak van overlastgevende jeugdgroepen en het verminderen van overlast en geweld op straat mag dan wel een daling te zien gegeven hebben. De recente branden van voertuigen en de golf van overvallen in januari, zoals op het station en bij winkels en horeca, waren ons echte grote zorgen. Camera's plaatsen, onderhouden en uitlezen is voor Protiel dan ook van groot belang. Technische ogen zijn een ondersteuning voor de fysieke ogen om de veiligheid te vergroten. Wij zijn dan ook mede-indiener van een amendement van de PvdB samen met VVD, CDA en Sociaal Tiel voor plaatsing van onderhoud en uitlezen van de camera's. Ook zijn wij mede-indiener van een amendement van de CDA voor de projectgroep van de binnenstad. Omdat een aantrekkelijke binnenstad meer bezoekers trekt, wat onze lokale economie kan verstevigen. Willen we in de gemeente Tiel en in de regio voldoende huisvesting kunnen bieden, dan vindt Protiel het tijd om een indringend keukentafelgesprek met de provincie te voeren over de beperkingen van het totaal aantal te bouwen woningen. Veiligheid blijft een belangrijk aspect voor al onze inwoners en daar is het beheer en onderhoud van onze openbare ruimte een essentieel onderdeel van. Helderheid over de uitvoering is echter niet te toetsen. Daarom dienen wij dan ook onze motie van zorg in. Oog voor milieu leeft ook bij Protiel. Een afvalscheiding is daar een van de middelen voor. Wij dienen dan ook mee in de motie van GroenLinks voor goed voorbeeld doet goed volgen. De populariteit van de duurzaamheidslening is groot. En het zou ook mooi zijn als voor het einde van het jaar het maximale budget is bereikt. Een positief bericht. Een goede impuls voor het duurzame wonen van onze inwoners is van belang voor de gehele samenleving. En tot slot nog de regionale samenwerking. Die komt nu verder op gang en zal voor de komende jaren een uitdaging blijven om de verschillende belangen goed te behartigen. De Gelderse corridor is daarbij zeker van cruciaal belang. We hopen dat de provinciale inspanningen en de reeds gestarte lobby een sneller resultaat opleveren dan door Den Haag geprojecteerde datum van 2028. Voor zover onze bijdrage voor de eerste termijn. Dank u wel. Dan komen we bij de fractie van de...